Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat China de grootste economie ter wereld zal zijn. Het groeitempo zou dit decennium wat kunnen vertragen, na meer dan 30 jaar met percentages tussen de 10 en 12 procent. Maar we moeten er toch van uitgaan dat China in de eredivisie van de groeiers blijft, met een ruime voorsprong op landen zoals de VS. Verdere groei is belangrijk voor de sociale rust in het land en dat bewustzijn bij de regering vertaalt zich meer en meer in een focus op de Chinese consument. En daarbij gaat het bijvoorbeeld om infrastructuur en huisvesting. We zagen dat al eerder bij de stijgende vraag naar grondstoffen, maar ook de behoefte aan verdere automatisering en de vraag naar kolen voor de productie van elektriciteit. De economische crisis heeft China vrijwel ongeschonden gelaten. En terwijl vele andere economieën nog bezig zijn de weg terug te vinden naar trendgroei, heeft China haar rol in de wereld zowel economisch als politiek versterkt. Voor beleggers, en dus ook voor OBAM, is China een onvermijdelijke grootte. Niet alleen vanwege haar status als werelds grootste land, maar ook vanwege de vele kansen op aantrekkelijk rendement op de langere termijn.